We zijn hier op onze Groenbemesterdag, waar wij weten dat groenbemesters enorm belangrijk zijn voor de teelt van onze gewassen. Alleen hoe ga je ermee om? Het thema van deze dag is ook helemaal het einde. En dat betekent ook, het is nu november, van hoe gaan we de groenbemesters door de winter laten gaan? Welke strategie laten we erop los? Wat is ons doel ook van de teelt van de groenbemesters? En daar gaat deze dag over. Hier hebben we allerlei zaken voor aangelegd. We staan hier voor een Japanse haven. En gaan we deze inwerken? Gaan we deze alleen maar verkorten? Gaan we deze juist verkorten en inwerken? Of gaan we helemaal niets doen? Zou ook een thema kunnen zijn. Ja, er wordt natuurlijk veel gesproken over hoe ga ik met een groenbemester om. En er wordt mij ook wel regelmatig gevraagd van wat is jouw mening? En ik denk dat we met name moeten kijken naar de specifieke bedrijfssituaties. Want ik denk dat het juist van belang is om niet te gaan generaliseren. Dus niet één mening voor iedereen op te leggen. Maar juist te kijken van wat is op welk bedrijf het meest interessant. Heb ik een nematologisch probleem, dan zou ik eens kunnen kijken van welke groenbemester heb ik geteeld. Staat er onkruid in, staat er geen onkruid in. En dat bepaalt wellicht wat ik ga doen qua beëindiging. Als ik onkruid in mijn groenbemester heb staan, dan zou ik hem wellicht moeten beëindigen om juist nematologisch de goede dingen te doen. Als ik er geen onkruid in heb staan, dan zou ik hem wellicht willen laten staan om juist het maximaal effect daarvan te hebben. Heb ik een grond die enorm organische stof behoeftig is, dan zou ik hem wellicht ook wel willen laten staan. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden, als ik een grond heb die moeilijk bewerkbaar is in het voorjaar, dat ik hem juist voor de winter kapot wil maken om te zorgen dat het perceel goed bewerkbaar is in het vroege voorjaar. Aardappelopslag vind ik ook een van de thema's waar je rekening mee moet houden bij het wel of niet beëindigen van de groenbemester. Dus zo zijn er een aantal zaken en ik denk dat het van belang is voor iedere teler om zelf te kijken van wat is op mijn perceel het belangrijkste en welk teeldoel heb ik ermee voor ogen. Ik denk dat we met elkaar ervan overtuigd zijn dat het een bewezen belang heeft. En dan kijk ik alleen maar naar de organische stofvoorziening. Ik kijk naar een bodemstructuur, verbetering van bodemstructuur. Dan denk ik ook aan de mogelijkheid van sommige groenbemesters om aaltjesproblemen op te lossen. Een stukje bodemweerbaarheid. Dat omvat natuurlijk heel veel zaken. Dus ik denk dat we met elkaar zeker die overtuiging hebben dat groenbemesters van groot belang zijn in onze teelt. Kale grond, stuifgevoeligheid zijn ook aandachtspunten. Ja, we hebben nu voor het derde jaar een vergroeningsproef in opdracht van Innovatie Veenkolonie aangelegd. Het eerste jaar hebben we daar hele goede resultaten van gezien als je kijkt naar nematologische effecten. En dat blijkt dus toch dat wanneer je een waardplant hebt, je aaltjes dus vermeerdert, dat je daarmee toch een opbrengstderving hebt. Aan de andere kant kwam uit die proef ook heel duidelijk naar voren dat er een effect was van organische stofvoorziening, dus van een goede bodem. Het voeden van de bodem is denk ik ook een van de belangrijkste dingen als we het hebben over groenbemesters. Kijk ik naar biodiversiteit, dan is het ook wel zo dat een goede groenbemester en een mengsel met allerlei gewassen erin, dat natuurlijk qua biodiversiteit weer een hogere waarde heeft. En zo zijn er altijd verschillende zaken en verschillende invalshoeken om naar een groenbemester te kijken. En nogmaals, ik denk dat het erg van belang is dat je als teler kijkt van wat is voor mij op mijn bedrijf de meest belangrijkste.